Dit is een pastel van de Asser schilder Hein Kraai. Dat hij meer dan 60 jaar geleden maakte bij het Anreperdiepje. En wat we zien is een prachtig Drents landschap met koeien. En met een echte typische Drentse boerderij op de achtergrond. Ja, de beek ziet er heel anders uit dan 60 jaar geleden. Op het schilderij zie je hem heel mooi meanderen. En eigenlijk is dit een beetje een rechte beek met maar een flauwe bocht. En dat is in de loop van de jaren 60, 70 gebeurd om het water beter af te kunnen voeren. Maar dat is echt een heel ander beeld dan op het schilderij. En hij is nu ook breder dan toen. De linkeroever, dat is eigenlijk een beetje een soort moeraszone geworden. Dat is pas een paar jaar geleden is dat aangelegd. Om ervoor te zorgen dat planten en dieren van natte oevers wat meer ruimte krijgen. En je ziet aan de rechterkant, daar zie je eigenlijk gewoon de oude oever zoals die in de jaren 60 aangelegd was. Met ook het pad voor het waterschap om het onderhoud te doen. Op het schilderij zie je eigenlijk dat aan weerszijden van die meanderende beek groenlanden, zeg maar. Dus weinig gevarieerde landerijen. En nu zie je veel meer variatie in het landschap. Met houtwallen, met bosjes. En ook daar rondom een nieuwe meander. Heel jong opgroeiend bos. Dus het is bijna een veel gevarieerde landschap geworden. Als we over 16 jaar hier weer een schilderij zouden maken, dan denk ik dat de hoofdlijn van het landschap nog heel goed terug te vinden zou zijn. Maar het kan best zijn dat we dan het landschap wel wat anders ingericht hebben. Want er liggen wel opgaven op het gebied van klimaatverandering. Hè, meer water vasthouden in de beekdalen, zoals het Anreperdiep. De koolstofdiscussie, meer bos in die landschappen ook hebben. Dus misschien dat we hier wat meer broekbos zouden hebben over 60 jaar. Nou, en dat zijn wel elementen die het landschap en hoe dat eruit ziet over 50, 60 jaar gaan bepalen. Dat zeker.